Elke week geeft Man bijt hond het woord aan de kleine man. Vandaag richt Lennart zijn kleine camera op de grote wereld. Dat zijn mijn broers Zwarte Wietse, die zijn aan het voetballen. Die witte, dat is Wart, een supporter voor Lyon. En die blauwe is Wietse, een supporter voor Real Madrid. En dit is mijn schaakbord. Hier schaak ik op als ik samen met mijn trainer ben. En dit, dat is mijn laptop. Daar schaak ik op als ik alleen oefeningen doe. Ik voetbal ook, maar ik vind schaken leuker omdat ik op mijn eigen ben. En dat is niet zo hevig. In de voetbal zit ze altijd te roepen als ik de ballen pas naar mij, pas naar mij. Maar in het schaken, dan roept niemand naar je. Dit is mijn mama. Hey Lennart. Hey mama. Mijn mama, dat is mijn trouwste supporter. Want die gaat eigenlijk altijd mee naar de schaaktoernooien. Die is al mee geweest naar Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk. En die was ook mee geweest naar het EK. Dit zijn mijn trofeeën die ik gewonnen heb met schaken. Die is van Belgisch kampioen van in 2008. Vandaag is het echt een heel belangrijke dag. Want ik moet vandaag een schaakwedstrijd spelen. En als ik die goed speel, dan mag ik misschien tegen Kasparov spelen. Ja, en om tegen Kasparov te spelen, dat is eigenlijk echt wel een van mijn grootste dromen. Dan zit je een beetje ontspannen. Rechts afslaan. Huh? Staan we eens. Ik ben voor een wedstrijd meestal altijd wel zenuwachtig, maar nu is dat wel veel meer. Want ja, ik wist dat er heel veel van afhing. Je gaat dat goed doen, hè? Gaan we binnen zien? Oei, was ook pijnlijk. Ja. Gaan we binnen zien? Ja. Ik moet nu dus tegen Nigel Short spelen. En ja, er zijn 90 kinderen. Dat wordt verdeeld onder 3 rondes. Dus dan speelt hij ja, per 30 kinderen speelt hij dan. En die gaat er 6 kinderen in totaal kiezen. Die mogen dan tegen Kasparov spelen. En ik hoop echt dat ik daarbij ben. Hoog in plaats. Heel rustig. Ja, kom maar. Kom maar. Zit je te laat. Is goed zo, Lennartje. Concentreer u maar op uw partij. Kijken, iedereen die kent wel Kasparov, maar Nigel Short is ook wel een hele goede schaker. Die staat nu op nummer 28 uit de wereldranglijst in schaken. En toen was in zijn tijd, toen hij grootmeester was geworden, was hij de jongste grootmeester ooit, toen was hij maar 14 jaar. Nigel Short die speelt normaal altijd E4 en die speelde ook tegen bijna iedereen E4, maar toen hij bij mij kwam, toen speelde hem D4. Dus ja, toen was ik al meteen begin in de war. Weet je, ja, kwam hij altijd beter en beter te staan. En ik dacht dat ik nooit geselecteerd ging kunnen worden om tegen Kasparov nog te kunnen spelen. Maar toen ben ik blijven vechten. Toen op het einde bleef ik als laatste over. En toen pakte Nigel Short een stoel. En ja, dat gevoel dat ik toen had, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Ik kon mijn ogen niet geloven doen. Want ik zat eigenlijk gewoon aan tafel te schaken met een grootmeester. Toen ik in het filmen was, de traantjes te lief toen kind spelen waren. Ik had eigenlijk 3 dromen die ik in schaken wou bereiken. Dat was Belgisch kampioen worden en dat heb ik in 2008 gedaan. Naar het wereldkampioenschap, dat heb ik ook in 2008 gedaan toen ik naar Vietnam ben geweest. En dan tegen Kasparov spelen en dat ga ik dan morgen doen. Het was echt een zalig gevoel om tegen Kasparov te spelen. Ik heb wel verloren, maar voor mij soms toch wel lang moeten nadenken.
En nu is een van mijn grote dromen in schaken uitgekomen. Mijn purker. Nijmegen, Nijmegen.